Welkom allemaal bij deze nieuwe YouTube-clip. Ik wil het vandaag even met u hebben over een onderwerp wat eigenlijk over de gehele wereld gaat en wat intermenselijk, ja, eigenlijk herkenbaar is in heel veel situaties. Op werksituaties. Soms komen buren het tegen, soms komt familie het tegen, vrienden, kennissen. Het thema jaloezie. Ja, een vervelend thema, maar het komt wel veel voor en het kan heel veel stuk maken tussen mensen. Jaloezie is een heel vervelend gevoel, wat iedereen wel kent. Dat iemand jaloers is op je of dat jij jaloers wordt op iemand anders. Dat kan natuurlijk en dat is een heel vervelend iets. Maar jaloezie hoeft er eigenlijk niet te zijn als je beseft hoeveel talenten je zelf hebt of hoe je zelf kunt werken aan je leven om dat te krijgen wat je benijdt van die ander. Nou, iemand die daar een prachtig gedicht over heeft geschreven is Jomanda. En Jomanda, van harte welkom weer, wat fijn dat je er weer bent. Dankjewel Robert. Jaloezie. Als de jaloezie overheerst in iemand zijn of haar aardse bestaan, is diegene voorbij zijn of haar eigen talenten gegaan. Om je te spiegelen in zijn of haar talent, vergeet je wie je zelf bent. Jaloezie is een ziekte en je bent ontevreden, omdat anderen het volgens jou beter deden. Wat een onzin om zo te denken. Je vergeet je eigen geschenken. Kijk eens verder wat je zelf kunt, zodat je zijn of haar geluk ook gunt. Jaloezie wil een ander, maar ook jezelf kapot maken, omdat je de onvrede en wellust in jezelf aan gaat raken. Wat heeft een ander meer dan jij? Ga jezelf toch niet voorbij? Om een ander te willen zijn, doe je je eigen hart veel pijn. De wellust om een ander met je jaloezie te gaan plagen, is een last die je zelf terugkrijgt om te dragen. Begin eens te leren om jezelf te accepteren en te respecteren. Daar is moed voor nodig, maar dan wordt jaloezie overbodig. Kijk jezelf in de spiegel aan en wees verantwoordelijk voor je eigen bestaan. Laat de ander in zijn of haar waarde en geef hem of haar de rust, waardoor je je eigen wellust sust. Iedereen, ook jij, bent uniek, dus maak jezelf door jaloezie niet ziek. Heb respect en neem er een voorbeeld aan hoe hij of zij met zijn of haar talenten is omgegaan. Ook jij kunt dat met je eigen kracht, waardoor je jezelf verzacht. In plaats van handelen uit een verlangen en jaloezie uit te stralen, je kunt daarmee alleen maar in een laag niveau afdalen. Je zult er niets mee bereiken door met jaloerse blikken te kijken. Ga naar je eigen talenten op zoek en steek daar je energie eens in. Dan krijgt je aardse bestaan veel meer zin. En geniet van jezelf als je dat hebt bereikt, zodat je liefdevol naar een ander kijkt. En zeg je, oh, ik wist niet dat ik ook talenten had. Jammer dat ik die ander daardoor aanbad. Nu is dat verleden tijd en ik heb veel spijt. Bied je excuses aan en zeg, ik was jaloers op jou. Maar ben er veranderd. Ik ben veranderd nou. Ik wilde zijn net zoals jij, maar ging mezelf voorbij. De ander zal het je vergeven en je met een lach een schouderklopje geven. Nu kreeg je wat je nooit had verwacht, opeens aandacht. Misschien had je vroeger niet genoeg aandacht en liefde gekend, maar nu door zelfonderzoek jezelf pas kent. En oh, wat fijn om niet jaloers te hoeven zijn. Ik heb er veel van geleerd en mezelf nu geaccepteerd en gerespecteerd. Wat een zegen om zo te kunnen denken. Ja, ik kreeg toen ik op aarde kwam ook geschenken. Maar moest deze weg ingaan misschien, om het allemaal te leren inzien. Ja, ik weet nu, we zijn in feite allemaal gelijk, als ik nu tevreden in de spiegel kijk. Wat mooi zeg, prachtig. Ja, dat is echt heel mooi en heel leerzaam, denk ik, voor heel veel mensen. Want ja, dat jouw gedicht is weer zo treffend, want dat laat eigenlijk mensen zien van, ja, je hoeft niet jaloers te zijn, je kunt het gewoon bij jezelf ook vinden. En ja, dat mensen ook, soms denk ik ook wel eens, sommige mensen benijden iets bij een ander, wat ze denken dat heel erg leuk is, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Dat ze eigenlijk, als ze dat zelf hebben, erachter komen van, nou, ik heb iets benijd wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Soms moeten mensen ook uitzien te vinden wat echt bij hun past of wat bij hen hoort. Ja, want meestal is hetgene wat de ander heeft, wat helemaal niet bij je past. Ja, precies. En dat projecteren ze dan op de ander. En ja, het erge is dat mensen dan ook nog
in actie komen om dat leven van die ander te verzieken. En dat is ja, verschrikkelijk. En dat is natuurlijk, ja, ik ben weer heel erg onder de indruk hoe het allemaal prachtig in elkaar vloeit wat je zegt. Want er zit zo'n wijze les in, maar ondertussen ook ja, zoveel advies, ook weer voor mensen, wat allemaal weer rijmt op elkaar, maar zoveel advies als het gaat om ja, hoe mensen met dat soort gevoelens om kunnen gaan. Dat is, ja, jaloezie is eigenlijk een giftbeker, denk ik. Hè? Dat is echt, ja. Mensen verzieken zichzelf ermee. Ja, het doet zichzelf aan, ja. Ja, dat is heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder dit. En ja, een hele wijze les voor heel veel mensen. Want op werksituaties of ja, allerlei... Relaties, ja. Relaties, ik denk dat heel veel mensen het herkennen, ja. Ja, ja. En dat mensen dan toch ja, elkaar het leven zuur gaan maken. Terwijl dat ze, als ze hun eigen waarde behouden, dat ze helemaal niet jaloers hoeven te zijn. Hè? Dus het is ook ja, een hele wijze les. Echt ontzettend mooi wat je daar vertelt, Jomanda. En ik hoop dat heel veel mensen daar iets mee doen en zich ook bevrijd en verlost en verlicht voelen door jouw gedicht. Want het is ja, hele wijze woorden die je weer van boven hebt door mogen krijgen. Zou je, als je wilt natuurlijk, willen instralen, Jomanda, mensen hulp kunnen krijgen op allerlei manieren of misschien wel in een situatie waardoor ze het slachtoffer zijn van jaloezie van een ander of zelf jaloers zijn, maar dat mensen in elk geval die innerlijke bevrijding kunnen ervaren. Ja, daar gaat het om. Juist. Ja. Dankjewel, Jomanda. Heel bijzonder. Ik voelde het weer helemaal door me heen stromen. En ik denk dat, ja, ik heb ook het idee dat heel veel mensen een smile op hun gezicht krijgen. Dat ze even weer die blijheid mogen ervaren. Ik vind het altijd weer wonderlijk wat je doet. Dankjewel. Heel mooi. En mocht u thuis bepaalde dingen hebben ervaren, laat het ons dan weten onder de YouTube-clip of op Facebook. Ik vond het prachtig, Jomanda, wat je vertelde over dit thema. Want eigenlijk de hele wereld staat en valt door jaloezie en machtswellust. Hè? Eigenlijk ook de oorlog die gaande is op het moment tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft vaak ook te maken weer met ja, jaloezie. De ander heeft, heeft dat grondgebied toch nog meer willen. En ja, daar valt en staat zoveel mee. Dus ik hoop dat heel veel mensen iets doen met jouw positieve, mooie, zeer leerzame gedicht. Ik vond het echt weer heel mooi. Ontzettend bedankt ervoor. Heel graag gedaan. Ja, nogmaals bedankt. En ook de luisteraars thuis, ontzettend bedankt dat jullie er weer waren. Neem het mee. Doe er goede dingen mee. Verspreid het. En draag dat lichtje gewoon in jezelf. Hè. Wat Jomanda heeft gezegd, je hoeft niet jaloers te zijn. Dat hoeft niet. Je krijgt alles wat je nodig hebt van God of van het licht of hoe je het wil noemen. Dus tevredenheid van binnen. Dan ben je ook veel rustiger. En dan ja, denk ik dat je ook het gelukkigst kunt zijn, Jomanda. Ja, ja, ja. Ja, heel mooi. Dank je wel. En wie weet weer graag tot de volgende keer, Jomanda. Oké, dank je wel. Tot ziens. Ja, tot ziens. En de luisteraars thuis ook. Tot de volgende keer.